Ja, ik weet het, ik weet het, ik weet het. We gaan nu weer een heleboel mensen die gaan aan mij schrijven. Harry, hou op over dat televisieprogramma. Er zijn belangrijkere dingen in het leven dan dit. Ja, dat weet ik, ja. Maar dit is gewoon heel lollig. En er zijn mensen onder de volgers die dat met mij eens zijn. Dus gaan wij het weer even hebben over de BNB vol liefde. Ja, maar laten we even beginnen in Frankrijk bij Pas du Tout. Want die zit daar dus met die zogenaamde actreutel, met die Monique van de Ven. Maar zij is wel log, hè, van de Ven. Ja, die Monique van die vinden we wel, ja, die kan wel. Maar hij is ineens een soort van verliefd geworden. Onze padje toe. Ja. Weet je zelf ook niet. En ja. En hij wil wel heel graag. Maar ja, dat. Hij. We weten het. Hij is de broer van de geilneef. Ja, ja. Dus hij wil wel heel graag, ja. Maar of. Ja, Monique van de Ven dat ook wil. Dat is maar zeer. En zeer de vraag. Want ik denk dat zij zich uiteindelijk nog gaat bedenken. En dat zij dan toch van het Franse toneel gaat verdwijnen. Schakelen wij snel door naar Schotland. Want wat zien we daar met Doedelzak? Die is alles een beetje heel voorzichtig aan het aftasten. Daar gebeurt nog heel erg weinig. Hij vindt dus die blonde dame, hè, met die gouden laarsjes, advocaatje Levi nog, die vindt hij eigenlijk wel log. Ja, wat ik al zei, het hoeft allemaal niet allemaal precies op zijn kakineuze niveau. Nee, het mag ook wel een paar streepjes eronder. Dat vindt Doedelzak oké, okay, ja. En voor de rest, ja, het draait er maar een beetje omheen. En het reutelt maar door, eigenlijk. Dat is wat er aan de hand is in Schotland. Schakelen wij snel door, heel snel, naar Griekenland. En wat zien we daar allemaal niet, zeg. Die Sirtaki. Ja, die Iris, wat is daarmee aan de hand in één keer? Die krijgt ineens heel erg ook last van haar Griekse gleuf, zou ik maar zeggen. Ja, goeiedag zeg. En die... Ja, wat zij doet, kan gewoon eigenlijk helemaal niet. Want eerst had ze al haar pijlen gericht. Ja, op Popeye. Op Jan, die Popeye. Popeye was helemaal leuk. En Popeye zou eigenlijk daar verder met haar zijn leven slijten daar. Aan dat Griekse watertje. Maar nee. Nee. Daar komt ineens zo'n vogel met zo'n hele populaire staart. En weet ik veel. Ene Peter. We noemen hem dus maar even vanwege dat. Aard Staartjes. En Aard Staartjes komt daar binnen. En die en blijkt dan ook nog van de heupen en dansen te zijn. En ho. Daar gaat ze. Sirtaki helemaal in de war en is helemaal de weg kwijt. En laat zo Popeye staan en gooit hem zo, hup bij het oud vuil en aan de kant. Nou zeg, jongen, het is dat ze al een bijnaam heeft, Sirtaki. Maar anders zouden we toch zeggen, wat een heks, wat een tang, wat een loeder, wat een secreet. Ja, dan hadden we zoiets bedacht. Maar goed. Het gaat uiteindelijk toch niks worden, vrienden. Nee, let op met die aardstaartjes. Nee. Want dat is hem helemaal niet. Nee, ik vind aardstaartjes vind ik echt een ui. Dat is nou officieel. Als je gaat zoeken ui, woordenboek krijg je zijn hoofd. Dit is echt een ui, ja. Wij schakelen, vrienden. Heel snel door dan naar Spanje, want daar zit natuurlijk Lomp. Maar Lomp, ja, wat is daar allemaal weer niet aan de gang? Daar zit dus, daar komt de bruid, die was gekomen en Lomp was weg.
En nu is daar, komt daar een mevrouw, ene Monique. Die werkt bij een health center of zo. Die noemen we even massage. En nou zit er daar massage. En daar komt de bruid te wachten tot meneer eens een keertje terugkomt. En daar komt meneer. En nou had je weer goed moeten opletten, hè. De eerste keer dat hij weer massage ziet, dan zie je in zijn ogen. Ja, die kan ik ook wel hebben. Ja. Want lomp, die denkt, die zit in het verkeerde programma. Ja, het gaat om de liefde in de BNB, vol liefde, zo heet het ook. En het gaat er niet om in zo'n kort mogelijke tijd zoveel mogelijk vrouwen palen. Daar gaat het hier niet over, lomp. Nee, oh, dat moeten ze hem nog even uitleggen. Want let maar op, hij gaat natuurlijk heel snel ook achter die... Achter massage aan, ja, en dan is hij in één keer weer, Rolls Royce, is hij weer helemaal vergeten. Nou, vrienden, oh, er staat ons nog wat te wachten, hoor, met de BNB voor liefde.